Gisteren is bekend geworden dat de centraal examens niet doorgaan. Maar hoe kijkt meneer Poels hier tegenaan? Nou, het geeft in ieder geval duidelijkheid. Dus dat wil zeggen dat we nu kunnen gaan plannen om de schoolexamens allemaal goed af te gaan handelen. Want dat is uiteindelijk straks hetgene wat het definitieve cijfer zal zijn om door te gaan naar het vervolgonderwijs. Dus dat geeft in ieder geval voor ons, maar ook zeker voor leerlingen en ouders, duidelijkheid waar we nou aan toe zijn. Ja, nou moeten we zorgen dat we die schoolexamens heel goed gaan plannen. En hebben jullie al een idee wanneer dat zal zijn? Daar hebben we al ideeën over, alleen we zijn op dit moment met de examencommissies. We hebben een examencommissie binnen VMBO Pro en we hebben een examencommissie binnen HAVO-VWO. Die zijn nu separaat van elkaar aan het vergaderen hoe ze alles gaan regelen. Maar in ieder geval is het de bedoeling dat we volgende week alweer gaan starten met de mondelingen binnen HAVO en VWO. Dus daar moet natuurlijk nog een rooster voor komen. Die gaan we ook fysiek laten plaatsvinden op school. De mondelingen binnen het VMBO die zullen online gaan plaatsvinden. Dan zijn er nog allerlei reparaties die moeten plaatsvinden binnen het VMBO. Die gaan we ook voor de meivakantie laten plaatsvinden. En pas na de meivakantie, en zoals het er nu uitziet, wordt dat 11 mei. Vanaf 11 mei worden zeg maar de schoolexamens gepland, zowel voor HAVO-VWO als voor het VMBO. En wat bedoel je met reparaties? Ja, dat is een goede vraag. Reparaties, daar bedoelen we eigenlijk mee de leerlingen die nog een bepaald gedeelte van hun opdracht niet hebben vervuld. Dus dat leerlingen dan toch naar school moeten komen om iets af te ronden. Dat kan zowel iets theoretisch zijn, maar ook iets praktisch. En is het een mogelijkheid om de schoolexamens virtueel af te nemen? Dat is mogelijk, dus daar waar we het kunnen zullen we dat zeker doen. Maar een aantal vakken ja, die lenen zich daar gewoon niet voor. Dus dan hebben we straks na de meivakantie, dus vanaf 11 mei, de mogelijkheid om dat gewoon hier in de gymzalen te laten plaatsvinden. Dan gaan we natuurlijk ook gewoon rekening houden met de richtlijnen nog steeds van de RIVM. Om die 1,5 meter minimaal ruimte te houden tussen de tafeltjes. Maar we hebben de gymzalen in ieder geval beschikbaar om de SE's daar te laten plaatsvinden. En ik zag maandag dat het nog toch best druk was bij de kluisjes en de fietsenstallen. Hoe gaan we dit oplossen? Ja, dat is natuurlijk toch een stukje bewustzijn bij iedereen. Dus dan doen we echt een beroep op het gezonde verstand van iedereen hier in Nederland. Want ik denk dat daar de afgelopen weken heel veel nadruk is op gelegd. Hou die 1,5 meter aan. Dus op het moment dat je hier op school aankomt bij de fietsenstallingen, zorg dan dat je niet weer massaal naar binnen gaat lopen. Hou die 1,5 meter in de gaten, ook bij de kluisjes. Dus dat is iets, dat is nog geen tweede natuur, maar daar moeten we onszelf echt gaan aanleren. Dus daar doe ik echt een beroep ook op de leerlingen om daar heel goed rekening mee te houden. En hoe kunnen wij op de hoogte blijven als er nieuws is over de schoolexamens? Nou, alles zal zo snel mogelijk gecommuniceerd worden vanuit de school richting de ouders en de leerlingen. Op de website zullen natuurlijk dingen ook geproduceerd worden. De roostermakers die zullen zo snel mogelijk aan de gang gaan om de roosters voor de leerlingen voor de komende week ook duidelijk te maken. Dus dat zal ook binnen SOM zal dat zichtbaar zijn. Maar mentoren zullen hier ook een hele belangrijke rol in spelen om de leerlingen die examens moeten gaan doen, de schoolexamens, om die op de hoogte te brengen. En daar zijn we nu volop mee bezig om die mentoren ook op de hoogte te brengen. Onze leerlingen krijgen online les via Teams. Hoe bevalt dit? Ja, hoe bevalt dit? Ik krijg daar natuurlijk hele wisselende berichten over. Sommige docenten vinden dat nog moeilijk, omdat ze nog niet gewend zijn om via de digitale snelweg met leerlingen te communiceren. Maar ik ben wel verbaasd door de creativiteit en inventiviteit van de docenten. Want je ziet sommige mensen nu zo snel bepaalde ontwikkelingen doormaken die we normaal gesproken misschien pas over een jaar ingezet zouden hebben. Dus dat vind ik wel heel positief. Natuurlijk zijn er docenten die waren daar al heel ver in. Dus die gaan eigenlijk op dezelfde manier verder. Maar ik vind het ook wel mooi dat je nu ook ziet dat de leerlingen niet per se zoveel op school aanwezig hoeven te zijn om het hele lesprogramma te kunnen volgen. Dus dit geeft ook wel weer inzichten om het onderwijs misschien de komende jaren toch op een iets andere manier in te gaan vullen. Maar het gaat met horten en stoten. Maar ik ben wel ontzettend blij met de manier waarop de docenten binnen onze school dat oppikken. En dat zal bij de ene beter gaan dan bij de andere. Maar overal zijn we daar echt heel tevreden over. En verwacht je de leerlingen alweer terug te zien op 6 april? Die 6 april, dat is natuurlijk een datum die genoemd is, omdat er dan een onderzoek in Brabant afgesloten zou moeten zijn hoe het coronavirus zich onder de jeugd verspreidt. Maar ongetwijfeld hebben jullie ook gezien dat dat onderzoek eigenlijk pas gisteren gestart is. Dus daar zijn we waarschijnlijk 6 april nog niet mee klaar. Dus het zou mij niet verbazen als dat nog wordt uitgesteld. Dus die 6 april, of we dan weer de leerlingen hier op school kunnen gaan verwelkomen zoals we dat voorheen deden, daar heb ik hele grote vraagtekens bij. Je sportschool is misschien wel gesloten nu. Daarom hebben wij leuke sportvideo's zodat je lekker fit blijft.
vandaag is horecadocent op de praktijkschool. Hij maakte voor ons een kookvideo, zodat jij je thuis niet hoeft te vervelen. Welkom allemaal en superleuk dat je kijkt naar de allereerste video van PS10 TV. Om jullie toch nog een beetje thuisgevoel mee te geven. Had ik gedacht dat we vandaag thuis gaan koken. Wat gaan we koken vandaag? Een pasta maaltijd. En daarvoor hebben we nodig, uiteraard, pasta, vlinderpasta, broccoli, champignons, andere paddenstoeltjes zoals shiitake, kastanjechampignons, spekjes, beker slagroom, peper en zout, pesto voor de smaak. En om het gerecht af te maken, geraspte kaas. Om te beginnen hebben wij twee pannetjes opgezet. Eentje om de pasta te koken en eentje om de broccoli te blancheren. Als de pasta is toegevoegd, dan roeren we deze keer goed door, zodat de pasta niet op de bodem blijft plakken. En dan gaan we verder met de broccoli. Daarvoor hebben we nodig een klein mesje. En je gaat langs de broccoli de roosjes snijden. Steeds kleiner, want de kleinste roosjes hebben we dadelijk nodig in het gerecht. De broccoli is gesneden. En dan gaan we de broccoli blancheren. Zo, dat water kookt. En blancheren wil zeggen beetgaar koken. Ondertussen, dat de broccoli en de pasta koken, gaan we verder met de champignons. De champignons zijn gesneden. Ondertussen gaan we kijken naar de broccoli, die is gaar. Je ziet dat ze nog steeds een mooie frisgroene kleur hebben. En dan laten we ze meteen afkoelen in het water. De pasta gaan we afgieten. We hebben klaarstaan gesneden champignons, broccoli, de gekookte pasta. En de volgende stap is de spekjes uitbakken. Deze meteen in de pan. Ondertussen dat de spekjes bakken, ga ik verder met mijn knoflook. Ik vind het lekker. Eén keer slaan. En hij is meteen geplet. Zo snijden. Dan ga ik zo dadelijk mijn knoflook toevoegen. Maar het moment waarop ik mijn knoflook ga toevoegen, als ik dat namelijk ga doen, dan mag je niet meer te lang meebakken, want dan gaat hij verbranden. En dan geeft een bittere smaak af. Dus als mijn spekjes bijna klaar zijn, dan ga ik verder. Dus ik vind ze nu goed gebakken. Ga ik er de knoflook aan toevoegen. Champignons erbij. Kijk eens, de champignons zijn gebakken. Het vocht is een beetje losgelaten. Daaraan gaan we toevoegen. In de volgende volgorde, de broccoli hebben we flink goed laten uitlekken. Komt erbij. Beetje slagroom. Die mag je even in laten koken, want je ziet de slagroom is nu nog te vloeibaar. Je kan al wel vast een klein beetje, en ik zeg een klein beetje, want er zitten spekjes in en die zijn al zout van zichzelf, maar een klein beetje zout toevoegen. Zwarte peper. En wat pesto. Kijk, onze saus is nu ver genoeg ingekookt. Het vocht is verdampt. Even kijken. Even doorroeren, zodat de smaken zich kunnen vermengen en op kunnen nemen in de pasta. Tijd om de bordjes op te maken. Beetje saus, beetje pasta en alles wat. En om het af te maken. Voor mij, maar dan mag je zelf weten, ik vind kaas heel erg lekker. Je kan verschillende soorten kaas erbij doen. Je kan ook nog zeggen, ik wil er cherry tomaatjes bij. Of een blaadje basilicum. Dat is allemaal aan jou. Eigen creativiteit. Geweldig, hou ik van. Dat was je dan, jongens en meisjes, dames en heren. Ik zou zeggen, ga thuis lekker aan de gang. Hou het thuisgevoel erin. En hopelijk zie ik jullie weer snel op het PS10 College.
Houdoe. Dit was het journaal voor deze week. Hopelijk hebben jullie iets aan onze thuisvideo's en hou zeker onze social media in de gaten. Houdoe.